Goedemorgen, het is vandaag donderdag en we zijn net echt een uurtje wakker of zo. We hebben ons snel klaargemaakt, want we gaan even samen lunchen ergens. Ik laat jullie even zien wat ik aan heb. Ik heb namelijk mijn nieuwe trainingspak aan van Puma. Dus deze hoodie en dit is de achterkant. En met deze sportlegging. Dus volgens mij gewoon een setje. Hij is echt super fijn. Dit is trouwens een maatje M. En als het gaat om sportleggings, dan passen ze eigenlijk wel in maat M. Want ik had de trainingsbroek gekregen in maat M. En die was echt veel te groot, maar dit zit wel goed. Ik heb trouwens vandaag deze parfum op. En hij is alweer bijna op. Ik haal deze eigenlijk altijd erbij, want ik vind dit gewoon echt zo'n lekker zacht geurtje. Ik hou hier heel erg van. En diegenen die echt van een poedergeurtje houden, dit is echt de best. Deze broek is echt zo chill en zag ik echt niet zo snel over een sportlegging. Love it. En ik heb trouwens deze schoenen eronder van de Zara. Ze zijn nou weer in de sale. Nes, kom nou maar. Nes, je kan nooit afscheid nemen van onze katten. Hè? Ja, ze kwamen allebei naar de raam. Ja. Leuk, hè? Leuk, hè? Wat gaan we eten? Wat ga je bestellen? Turks ontbijt, nippo. Wij zijn nu onderweg naar Amara. We gaan daar even lunchen. Wat ik wou zeggen, dat ik echt vet moe ben na de feestdagen. Ik ben echt helemaal kapot. En besef, ik heb niet eens 3 dagen kerst gevierd. Normaal gesproken vierde ik kerstavond. Eerste kerstdag, tweede kerstdag en was ik nog niet moe. En dit keer was ik gewoon moe na 1 keer. Gewoon in de keuken staan en bezoek krijgen, bla bla bla. Het is echt een teken dat je ouder wordt. Wat mis je wel? Gewoon al het eten is op tafel. Oh, dat is wel echt lekker, hè? Het was echt geslaagd. Ja, leuk. Maar het is echt een teken van dat ik ouder aan het worden ben. Ik had het er ook over met mijn vriendin. Die zei precies hetzelfde. Dat ze gewoon echt bek af was na 1 dag gewoon. Net over de herenhuizen hier allemaal in de buurt. En toen zei Nessie van ja, met een hoger plafond. Maar het is toch plafond? Je spreekt het ding niet uit. Dat was al gezegd. Plafond? RTL Boulevard. Echt? Die zei QC laatst. Zei die dat echt? Ja, in die talkshow. Nee. Met wie Monica. Was er? Oh, hij zegt, wie? Hij zegt, je komt laatst wel vaak op RTL Boulevard. Oh, ik ga stuk. Maar een plafond? Dat wist ik niet. Plafond. Ik dacht echt een plafond was. Plafond. Niemand zegt plafond. Hoor, maar ik vind mijn make-up vandaag echt zo lelijk eruit te zien. We zijn nu bij Amara Coffee en even kijken. Nessie gaat hier zo'n all-day breakfast nemen. Dat is eigenlijk een Turks ontbijt. Hij vindt die heel erg lekker. En ik neem the usual. Ja, deze is dat. Ei met avocado, olijven, feta kaas en walnoten. Die is echt zo lekker. Yes, ik heb mijn ei met avocado, cappuccino en Nessie heeft zijn ontbijtje. Ontbijt is te gruwelijk. Iets smakelijk. We zijn net weer aangekomen thuis. En wat heb jij gevonden in mijn auto? Dankjewel, hè, Marcel. Marcel had hem even 2 maanden van je gestolen. Gadver. En we zijn de Fat Cat Club. Hi, baby's. Hey, hallo. We worden altijd zo blij. Ja, ze grappen ons altijd heel erg aan als we binnenkomen. Wat doen jullie hier? Ja, ik ben echt vet moe. Ik weet niet wat ik heb, hè. De laatste tijd word ik echt gewoon zo snel moe. Volgens mij slaap ik gewoon super slecht. Of omdat ik de afgelopen tijd gewoon iets slechter heb gegeten natuurlijk. Kan ook daaraan liggen. Ja, hè. Ik heb het gevoel alsof ik dus door koolhydraten heel erg moe word. Tenminste, na een uur kak ik gewoon helemaal in. Dus ik ben vandaag weer begonnen met healthy lifestyle. En ik hoop dat ik het weer lekker aangehouden. Want ik ben echt weer heel erg opgeblazen. Ik voel het gewoon aan alles dat ik gewoon meer heb gegeten. Dus ja, even alles weer oppakken. Nessie gaat nu even aan het werk. Hij moet zijn talkshow voorbereiden. En daarna gaat hij basketballen. Dus ik denk dat ik even richting Honey of zo ga. Want ik ben eigenlijk al 2 dagen niet uit huis geweest. Want het laatste wat jullie van mij hebben gezien is kerstavond. En daarna ben ik eigenlijk een beetje ziekjes geweest. Dus heb ik lekker op de bank gelegen. Ik heb me ook niet echt heel erg goed gevoeld.
Dus ik wil vandaag wel echt uit huis. Daarom dat ik meteen buiten ben gaan lunchen. En dan ga ik zo weer even weg. En Essim gaat me vast hartstikke hard missen. Ja. Not. Ik kan Essim weer over te twijfelen om, ja, toch weer terug te gaan naar Dubai. Dit jaar, nou ja, in 2019. Ik weet niet, ik heb eigenlijk wel weer zin om naar Dubai te gaan. Jij, Nes? Ik ook. Daar hadden we dus net over. Dus ik hoop echt dat wij zo snel mogelijk op vakantie gaan. Eigenlijk moet Oud en Nieuw ook weg. Maar dat gaat niet lukken, want Nessie is al geboekt voor Oud en Nieuw. Dus we zijn gewoon in Nederland dit jaar. Ik ben net aangekomen bij Honey. Ik ben even voor de deur aan het wachten. Want ze was aan het douchen. Volgens mij is ze bijna klaar. En dan gaan we even richting stad toe. En ze wil ook naar de bios. Ik weet niet of we daar naartoe gaan. Maar even kijken hoor. Ja, moet ik naar buiten? Ja. Maar we gaan dus zo naar de stad. En ik heb opeens gewoon uit het niks ontzettende hoofdpijn. Het lijkt wel alsof ik koorts heb of zo. Ik voel echt super warm aan. Ik voel me niet heel erg lekker. Maar ik wil toch even naar buiten toch. Ik wil eigenlijk ook langs de Zara, want daar is er natuurlijk nu sale. Maar het is al kwart over vier. Even kijken wanneer Zara sluit. Zara sluit pas 7 uur, dus ik heb genoeg tijd om daar nog langs te gaan. Ik heb er echt zin in, want er is nu toch sale. Ik heb de laatste bestelling gedaan online, maar ik wil toch nog even langs gaan. Dan zie je alles veel beter en volgens mij heb je ook veel meer gewoon in de winkel. We weggingen, ik had mijn pyjama aan, dus ik moet even snel eerder aangetrokken. Ik had jou geappt. Wat wil jij doen? Jij zei tegen mij, oh, Honey is er inmiddels. Jij zei tegen mij dit. Dus ik heb daar rekening mee gehouden. Tenminste, ik ben gewoon sportief gekleed, hè. Okay. Ik heb zelfs mijn waist trainer hier onderaan. Okay. Jij zei, ik wil eten, ik wil shoppen, ik wil naar de bios en ik wil thuis zitten. Jij zei het zelf. En ik zei tegen haar, ik kom je zo ophalen, tot zo. Oké, okay, nou goed, ik heb het niet eens opgemaakt. Ik heb mijn pyjama aan, dus ik heb snel maar iets aangetrokken. Maakt niet uit, natural beauty. Uit. We zijn nu bij het stadhuis, bij Coolsingel. En hier zit altijd alles vast gewoon. Moet je hier alles zo lang wachten gewoon? Kan je er eigenlijk niet omheen rijden dat je via een ander straatje zo in een Bijenkorfgarage kan? Dus je moet per se hier langs. Ja. En je omgeleid hier naartoe. Als je zo naar Rotterdam kijkt, naar het stadhuis, al die hoge gebouwen en zo, is het gewoon toch echt een prachtige stad. Trouwens, ik en Nessim, ik weet niet of jullie deze appartementen hier zien, die rode en die grijze ernaast. Ik en Nessim wouden daar altijd vroeger wonen. Kijk. En toen zijn we erachter gekomen dat ze van binnen eigenlijk echt heel erg klein zijn. Eindelijk een plek gevonden. Ik zit wel echt heel erg krap naast deze auto, maar maakt niet uit. Ik ben nu bij Dior en ik weet dus dat Nessie laatst een parfum hier had getest. En hij vond er eentje heel erg lekker. Maar ik twijfelde eerst welke dat was. Maar het blijkt dus deze te zijn. Deze ruikt echt ongelooflijk lekker. Dus ik ga deze even halen. Alleen aan het wachten op een medewerker. Nou jongens, ik ben echt vet geslaagd in de Zara. Jullie moeten echt naar de winkel komen. Er is nog veel meer. Oké, okay, het is binnen wel echt super warm. Ik heb mijn broek gesmeed, man. Oh, nu heb ik het wel weer koud. Ik ga mijn jas even snel aandoen. Inmiddels even bij Hon. Ik ga hier even zitten, lekker wat drinken. En dan ga ik richting huis. Zo, ik kom ook echt gewoon bezweet de auto in. Omdat het zo warm was bij de Zara. Dat was echt niet normaal. En op de tweede verdieping was het nog warmer dan op de eerste verdieping. Oh, en die jas die ik aan had, zo'n schaap, weet je wel, daar krijg je helemaal warm van. Ik ben blij dat we nu hier zijn. Hier is echt lekker. Trouwens, echt geslaagd. Ik heb een parfum gekocht van Nessim. Ik heb een paar leuke dingen gescoord bij de Zara. Ik ben echt helemaal blij. Nou jongens, ik ben hier nog steeds. Ik ga even lekker, denk ik, een uurtje slapen. Ik weet niet wat ik heb de laatste tijd, maar ik moet altijd even na etenstijd even slapen gewoon. Ik ben echt zo moe van niks de hele tijd. Nou, ik had echt bij Honey zo erge hoofdpijn. Ze heeft mij een massage gegeven, zo in mijn nek. En het heeft echt zo erg geholpen. Ik heb twee pijnstillers op. En ik voel me nu echt veel beter. Dus ik ga even snel naar huis. Nessim is nu inmiddels thuis. En dan ga ik even chillen met Nessim. Ik ben wel echt kapot gesloopt. Maar het komt gewoon omdat ik mij gewoon niet zo lekker voel. Ik voel ook een beetje warm aan. Ik weet niet echt wat er precies aan de hand is. Maar ja, even snel naar huis nu. Hi Nini. Ben je gemist? Ik ben heel erg gemist. Ik heb 2 cadeautjes voor jou. Je wou chocola toch? 2 cadeautjes. Allah. Turkish chocolade. Mijn liefste. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Wat dan? Oh, bitches.
Dior, bitches. Jouw lievelingsparfum gekocht. Oh, sorry. Ik hoop wel dat het een goede is. Sjoe. Oh, double package. Is dit hem? Oh. Is dit hem? Dit is hem. Ik dacht dat je ging zeggen van, oh, nee. Ja, dit is hem. Sorry. Yay. Dankjewel, schatje. Alsjeblieft.